Sven Kramer, hoofdambassadeur van Spieren voor Spieren, brengt vandaag een bezoek aan het Spieren voor Spieren Kindercentrum van het UMC Utrecht. Het is een van de belangrijkste plekken in Nederland waar de beste doktoren dagelijks hard werken om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. In de afgelopen 10 jaar konden meer dan 4000 kinderen met een spierziekte hier terecht voor de beste diagnose, behandeling en zorg. We zijn hier vandaag in het Spieren voor Spieren Kindercentrum. Ja, wat doen jullie hier zoal? Nou, we zijn nu zo'n 11 jaar bezig in het Spieren voor Spieren Kindercentrum. We zijn ooit vooral begonnen met diagnostiek van spierziekten. Daar was heel veel behoefte aan. Dat duurde heel erg lang voordat ouders te horen kregen wat hun kind eigenlijk had. Of ze een spierziekte had en welke spierziekte dat dan uiteindelijk zou kunnen zijn. Guus heeft de spierziekte SMA. Behandeling van de spierziekte SMA is nu mogelijk. Ook voor Guus. Spierziekte SMA, dat is een ziekte waarbij kinderen eigenlijk alleen achteruit gaan. En wat we nu zien is dat dat gestopt wordt. En sommige kinderen gaan zelfs vooruit. Guus die probeert te gaan staan. Het grootste struikelblok daarin is dat zijn heupen behoorlijk vergroeid zijn. Dus dat hij het eigenlijk lichamelijk niet kan. Daarom zit hij elke dag een uur in de staattafel. Zit hij elke dag in een lang zitten om zijn knieën op te rekken. En er is gewoon nog heel erg weinig over bekend. Onlangs is het Spieren voor Spieren Kindercentrum uitgebreid met het inspanningslab. Hierdoor komen zorg en onderzoek naar bewegen, sport en training bij kinderen met een spierziekte samen op één plek. Bart Bartels is coördinator van het inspanningslab. Oké, Bart, wat is het inspanningslab? Nou, kinderen kunnen hier zowel voor training komen als voor diagnostiek. En diagnostiek betekent eigenlijk dat we hun spierfunctie onderzoeken. Een voorbeeld is het trainen in de Alt-G. En Alt-G geeft kinderen de mogelijkheid om hun loopvaardigheid, het rennen, te trainen waarbij ze gedeeltelijk worden geholpen door zwaartekracht. En dat geeft de mogelijkheid dus voor kinderen die heel zwak zijn, om dat ook te trainen, ondanks die zwakte. Sebastiaan, of niet? Ja. Ja. Hi Sven, ben je al geweest of moet je nog? Moet nog. Oh ja? Maar je bent al één keer eerder geweest, heb ik gehoord, hè? Ja, één keer in Amsterdam was dat. Oké, en hoe ging dat? Ik voel een beetje alsof je zweeft, dus ik heb zin om het nog een keer te doen. En als je nou nog één grote droom had, wat zou je dan nog willen bereiken hier? Het feit dat gebleken is dat behandeling mogelijk is, is natuurlijk een enorme mijlpaal. Dus ik wens meer behandelingsmogelijkheden voor kinderen met een spierziekte. Met medicijnen, pillen, injecties, maar ook meer ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat ze hier zo min mogelijk hoeven te komen. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum en het Inspanningslab zijn te danken aan de inzet van heel veel Nederlanders. Doordat gezonde spieren zich inzetten voor zieke spieren, kunnen we de beste mensen blijven inschakelen, innoveren en resultaat boeken. En uiteindelijk komt de dag dat we alle spierziekten bij kinderen kunnen verslaan. Hoe sneller, hoe beter. Hatzee.